Yo, queens. Bedankt dat jullie langs wilden komen. Ik ben zo hyped over deze kans. Maar natuurlijk. Het genoegen is geheel aan ons. Ik zal jullie het huis laten zien. Jullie zullen hier graag verblijven. Jullie gaan dit nooit geloven. Grand Queen, Charm Queen, Study Queen en Mystery Queen waren hier net. Echt waar? Ja. En toen zei Royal Bee dat ze een rondleiding van het huis zou geven. Ze zei dat ze hier graag zouden verblijven. Wat bedoelt ze daarmee? Verblijven? Queen Bee, heeft je grote zus daar iets over gezegd? Nee, maar ze heeft het zo druk de laatste tijd. We hebben elkaar amper gezien. Hey, ik hoorde haar laatst aan de telefoon. Ze zei dat ze naar New Fab City zou gaan om muziek te maken. Voor echt een heel jaar. Wow, dat is echt lang. Ja, en als ze zo lang weg zou gaan, zou er zeker iemand op het huis moeten letten. Denk je dat? Maar mijn zus zou toch nooit zo lang weggaan zonder het me te vertellen? Ik ga haar bellen. Hey zus, ik bel later terug, oké? Ik moet nu even wat belangrijke dingen regelen. Maar ik wil je vragen of... Kijk dit dak nou. Het uitzicht, de frisse lucht. Dit elke dag zien blijft bijzonder. Jullie zullen hier echt graag verblijven. Je weggaat. Dus ze gaat echt weg naar New Fab City. En die queens letten op het huis terwijl ze weg is. En ze heeft het me niet eens verteld. Ik ga haar heel erg missen. Hey, als er niemand op het huis kan letten, kan ze niet weg, toch? Ik kan echt niet geloven dat ik op de set van je grote film sta. Klopt het dat je de hele dans in één viersteek hebt gefilmd? Dat klopt, Study Queen. Ik zou je graag nog meer laten zien, maar ik moet nu naar de studio. Voel je vrij om alles te bekijken wat je maar wilt. Mwah. Dat je het huis bekijkt. En hoe vind je het tot nu toe? Tot nu toe ben ik tamelijk onder de indruk. Mm-hmm. Vooral van dit goddelijke makeover hoekje. Oh. Ah! Wat is er met haar gebeurd? Goh, ik heb geen idee. Ah! Wat bizar. Oh, daar ben je, Grand Queen. Dat is meer dan bizar. Enig idee wat er hier aan de hand is? Zo is het House of Surprises nu eenmaal. Een beetje verrassend. Verrassend, zeg je? Ik hou ervan. Die draaiende kaptafel is formidabel. Kom, queens. Laten we de rest van dit geweldige huis bekijken. Nou, dat ging niet volgens plan. Ja, ik dacht dat ze zouden denken dat het huis een storing had. En dat ze dan niet zouden willen blijven. Ik denk dat we iets anders moeten proberen om Royal Bee thuis te houden. MC Swag, kom er maar weer uit. Ik ben oké. Dus, Charm Queen, wat vind je van de keuken? Hij is zo charmant. Ik moest hem gewoon uitproberen. Wil je een lekkere snack? Huh? Waar is mijn eten? Sorry, Charm Queen. Neon Kitty heeft best wel een grote eetlust. Geen voedsel is veilig als ze er is. En ze is er echt altijd. Dat geeft niet. Ik hou van katjes. En ik hou ervan om voor ze te koken. Oh ja. We worden de allerbeste besties, nietwaar? Mijn kleine inimini katje. We moeten op schema blijven, Queens. Zullen we doorgaan met de rondleiding? Dat werkte ook al niet. Nou, het is niet allemaal slecht nieuws. Neon Kitty liet deze snack achter. Eens kijken. Geweldig uitzicht. Check. Make-up en haarkamer. Check. Volledige keuken. Check. Yep, deze plek is helemaal perfect. Absoluut, ja. Ik zal Royal Bee sms'en. We hebben een deal. Ons plan heeft niet gewerkt. Ze gaan nog steeds op het huis passen. We zullen iets anders moeten proberen. Ik weet wie ons kan helpen. Willen jullie Spookhuis Vibes? Jullie hebben de juiste Bibi gevraagd. Kom eens! Ja, als die queens denken dat er hier een spook is, zullen ze echt niet op het huis willen passen. Oké, tijd voor een generale repetitie. Als ze binnenkomen, laten we het lijken alsof deze banken kunnen zweven. MC Swag, Diva, doe je ding! Hey, Neon Kitty,
iemand me vertellen wat er hier aan de hand is? Dit was allemaal mijn idee. Ik hoorde je met die queens praten over dat ze op het huis gaan passen. Zodat je die baan in New Fab City kan aannemen. En ik draaide wat door omdat ik niet wil dat je weggaat. Wow, wow, wow. Rustig aan, zus. Op het huis passen? Maar ik ga helemaal niet weg. Wacht, echt waar? Echt waar. Die baan heb ik afgewezen. Zo lang zou ik je niet alleen laten. Maar hoe zit het dan met die queens? Waarom zei je dat ze hier graag zouden verblijven? Jullie hebben dit helemaal verkeerd begrepen. Ze zijn hier gewoon om het House of Surprises te bekijken. Ze willen het volgende Queens-gala hier houden. En dan verblijven ze hier de hele tijd. Echt waar? Het gala? Geweldig! Dat is het beste nieuws ooit! Ik zal hier altijd voor je zijn, zusje. Daar hoef je je nooit zorgen over te maken. En het spijt me dat ik de laatste tijd niet veel tijd voor je heb gehad. We houden binnenkort een zussendag. Geef me een knuffel allemaal. Maar ik ga niet je rommel opruimen, dus aan de slag. Het Queens Gala van volgend jaar wordt echt een knaller. Ik kan niet wachten. En wij zouden jullie queens graag in het feestcomité hebben. Jullie kennen dit huis beter dan wie dan ook. Op Queens. Overal. Ja, zie.